Hallo, daar ben ik weer. Als het goed is, hebben jullie nou twee oortjes gehaakt, twee neusgaatjes en twee oogjes. Nu gaan we dat op het pantoffeltje zetten. Even kijken. Ja. De oogjes, ik speld het altijd even vast, dat doe ik altijd. Dat is een beetje handiger. Dan kun je wel precies kijken waar je ze moet vastzetten. Dat is oogje nummer 1. Ik heb witte draad heb ik erachter gelaten. Daar kun je ze straks mee vastzetten. En oogje nummer 2 komt daar eigenlijk gewoon naast. Ik denk dat iedereen dat wel snapt. Ik heb de oogleden een beetje tegen tegen het hakje aangezet, of het kuifje. Vind ik iets mooier lijken. En dan ga ik de oortjes, doe ik even op een naald. Heb ik ook draad aangelaten om ze vast te zetten. Die ga ik dus, als het goed is, heb je hier 4 bolletjes zitten. En in die 4e bol, daar ga ik het oortje in doen. Tussen de 4e en de 5e bol. Van het kuifje zal ik maar zeggen. Kijk, die komen dus daar en hou je weer 4 over en dan komt het volgende oortje komt op de andere kant. Ik zal hem even weer door de naald heen halen. En dan heb je hier nummer 4. En dan ga je het volgende oortje doorsteken. Hebben jullie enigszins een idee hoe ik het allemaal vast ga zetten? En dan hebben we de beide neusgaatjes nog. En die zetten we eigenlijk een beetje, nou ja, wat zal ik zeggen? Op het eind van de snuit. Zo'n beetje. Ja, het hangt er nu allemaal wat vreemd bij. Maar dit is dus de bedoeling. De oortjes is wel heel belangrijk dat je die precies met 4 balletjes ertussen doet. Ik zal hem nog een beetje aanhaken. En die oogjes mogen wel even iets tegen het kuifje. De oogleden mogen wel even tot het kuifje, want anders worden we allemaal heel smalletjes. En de neusgaatjes hiervoor aan. Ik zal hem even vastnaaien en zal ik het jullie laten zien. Ik ben zo bij jullie terug. Hier ben ik weer met ons eindresultaat. Ik heb de oogjes erop genaaid. Ik heb de oortjes eraan genaaid. Het bekje zat er al aan en ik heb de neusgaatjes erop gemaakt. Dit is jullie slofje van Sjaan het Schaap. Heel veel haakplezier!